uit de gang. Dank u wel, voorzitter. Begin april zei Mark Rutte dat Nederlanders iets armer zullen worden. Iets. Wat betekent iets? Uit een onderzoek van Nibud bleek dat zo'n 63% van de Nederlanders het financieel te krap heeft. 63%. Ze kampen met angsten voor schulden. 59% moet nu al besparen op dagelijkse boodschappen en koopt überhaupt geen kleding meer voor zichzelf of de kinderen. 6% slaat zelfs maaltijden over, omdat ze het niet meer kunnen betalen. Momenteel hebben al 500.000 huishoudens betalingsproblemen in Nederland. Als de prijzen van energie en als de vaste lasten zo hoog blijven als nu, dan krijgen 1,2 miljoen huishoudens in de herfst moeite met het betalen van hun vaste lasten. En 190.000 van die huishoudens zou binnen 3 maanden zelfs helemaal omvallen. Allemaal onderzoeken. De energierekening werd het afgelopen jaar dan ook 136% hoger. De benzineprijs werd 20% hoger. En mensen betalen nu gemiddeld 10% meer voor hun boodschappen dan vorig jaar. De huren zijn door het dak gegaan en de gemiddelde prijs van een woning steeg ook nog eens een keer met 14%. Terwijl het kabinet de schuld blijft leggen bij allerlei imaginaire oorzaken, zoals de situatie in Oekraïne enzovoorts, is het overduidelijk dat de trend al lang eerder werd ingezet en is versterkt door hun eigen keuzes en hun eigen wanbeleid. Daar heeft de situatie in Oekraïne en wat je daar ook maar van denkt, werkelijk helemaal niets mee te maken. Een voorbeeldje: in november 2021, dus ruim vier maanden voordat de situatie in Oekraïne begon, was de inflatie al bijna 5,5%. En die is in januari doorgestegen tot 6,5%. Dus dat is allemaal voordat dat fantastische excuus waar ze nu alles op afschuiven er was. Het heeft er niets mee te maken. Het komt door hun eigen wanbeleid. Het komt door hun eigen foute politieke keuzes waarvan ik steeds hetzelfde rijtje blijf opsommen. Het rijtje van maatregelen, van geloofsovertuigingen die onze samenleving te gronde helpen. De alsmaar voortgaande immigratie. 100.000 mensen netto per jaar erbij in een van de volste landen op aarde. Als je dan ook nog gelooft dat er een stikstofprobleem is, dan ben je wel ongelooflijk stupide bezig om daar maar mee door te blijven gaan. Als maar die mensen hier naartoe elk jaar opnieuw, met alle woningnood die we hebben, met alle sociale problemen, ze gaan er maar mee door. 2, de klimaatideeën. Ook al zou je geloven dat de mens daadwerkelijk invloed heeft op het klimaat en dat CO2 daar heel belangrijk voor, wat hocus pocus is, wat door de wetenschap in de toekomst, door de geschiedenis, zal worden beschouwd als een van de grote waanideeën van de 20e en de 21e eeuw. Maar goed, zelfs al zou je dat geloven, dan nog is alles wat we hier doen, wat 1.000 miljard kost, een druppel op een gloeiende plaats, volstrekt verwaarloosbaar op mondiale schaal en stupide geldverkwisting. Maar daar gaat wel al ons geld naartoe. Dat zijn die accijnzen op benzine. Dat betaalt u bij de pomp. Daarom hebben ze het Groninger gasveld gesloten in plaats van de Groningers ruimhartig te compenseren en door te gaan met die boring van het grootste gasveld van Europa. Ten slotte het geloof in schaalvergroting. Fusies, samenvoegingen, niet alleen van scholen enzovoort, ziekenhuizen, wat leidt tot die enorme touwkleverige laag van bureaucratie in ons land, maar ook van landen. De Europese eenmaking, het moet doorgaan. Alsmaar groter, alsmaar centraler. Meer macht voor de globalisten. En dat betekent natuurlijk ook dat de economieën moeten worden geniveleerd. En aangezien Zuid-Europa een schuldeneconomie heeft en wij via onze pensioengelden een spaareconomie, betekent dat weginfleren. Dat is wat de Europese Centrale Bank de afgelopen 20 jaar heeft gedaan. En we zien het nu in de portemonnee. Dit is het. Nederlanders betalen voor de globalistische dromen van de mensen die daar zitten en die daarover fantaseren bij hun Bilderberg-conferenties waarover ze geen verantwoording willen afleggen in ons parlement. Tot slot nog één beleidsstuk is erbij gekomen de afgelopen 2 jaar. De coronawaanzin. Het hele land 2 jaar lang op slot gooien, lockdowns en zomaar ineens mensen veel geld
via allerlei steunregelingen op hun rekening bijzetten en dan niet snappen dat je aan de ene kant de economie ontwricht en aan de andere kant zoveel geld direct de economie inpompt dat je wel een soort inflatiegolf gaat krijgen. Het is verbijsterend dat men het nog niet ziet. Het grote plaatje, alles wat hier wordt besproken, mist deze grote trend. Dit moeten we aanpakken en de oplossingen zijn op korte termijn heel simpel. Ik heb een rijtje, we gaan het ook posten, want ik zie dat ik alweer moet afronden. Schaf de BTW op korte termijn af op boodschappen en verlaag het op structurele wijze weer terug van 9% naar 6% en de hoge BTW terug van 21% naar 19%. Energiebelasting omlaag, geen Oekraïners in onze woningen, zodat de huizenprijzen gaan dalen en stop met de stikstofwaanzin, zodat Nederlanders weer kunnen ademen, weer kunnen reizen en boeren niet worden weggedrukt uit onze samenleving. Heel veel goede plannen nog te vertellen in de toekomst, maar ik moet afronden. Dank u wel voor de aandacht. Dank u wel, meneer Baudin.